En ik heb een birthday present gehad van deze meid. Yay. Ik ga het zo te laat. Nee, daar ben ik echt super blij mee. Ik ga het zo thuis eventjes unboxen. Dus stay tuned. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En ik ben thuis met deze baby. Die heeft vandaag prikjes gehad. En haar bovenarmpjes allebei, hè? Ja. Sander had trouwens gekookt. En ik weet niet of jullie een vriend hebben die wel eens kookt. Ze zeggen, je moet überhaupt blij zijn als je vriend kookt. Maar dit is dus de keuken. Ik hou echt van opgeruimd koken. En het is zo'n bende. Kijk nou. We hebben asperges met aardappelen gegeten. Het is echt gewoon eierschillen erin. Eén grote bende. Bedankt, Sander. Ja, serieus. Wat, kan je misschien met mensen even vertellen wat je hebt gegeten? Het witte, ja, heb ik al gedaan. Het witte goud. Het witte goud. Het witte goud met ham en drie verschillende soorten ei. En geklaarde boter en Hollandaise saus zelf gemaakt. Hey guys, het is vandaag woensdag en ik ben vandaag de hele dag thuis aan het werk. Het is wederom, zoals de meesten van jullie weten, super slecht weer. Windstoten, regen en onzin. En ik moest shooten, maar buiten. Dus dat ging niet door. En ik heb besloten om de hele dag lekker thuis e-mails te doen. En de vlog is vandaag online gegaan, want het is woensdag. En ik had zoveel opmerkingen over negatieve comments eigenlijk. Over dat het zo'n troep was bij mij bij de was. Dus jongens, wees gerust. De grond is weer opgeruimd. Dit is schoon beddengoed wat ik nog aan de kast moet leggen. Kijk, allemaal weer schoon. En dit is ook nog schoon beddengoed wat ik moet opruimen. Dus ja. En morgen heb ik een shoot voor L'Oréal in het Pulitzer Hotel. Morgen heb ik een shoot in het Pulitzer Hotel voor L'Oréal. En morgen ga ik tennissen met Mo. Voor het eerst zeg maar een officiële les, want we zijn dus officieel op tennis gegaan. En ik ben, even kijken wat verder. Ik weet niet wat verder. En ik ben dus nu even mijn spullen aan het inpakken die ik morgenochtend mee moet nemen. En Olivia is net terug van de crash. En we gaan zo koken. Bibi is er weer. Hallo Bibi. Hallo Olly. Hallo tomatenkoningin. Bibi is naar Pinkpop geweest, naar Justin Bieber. Ja. Hoe was het? Super leuk. Ja? Ja. Mensen moeten even zeggen, stoom. Als jullie ook bij Pinkpop zijn geweest, comment below. Comment below. En we hebben zoete aardappelfrietjes gegeten en biefstuk en rucola salade. Maar what about the spinach? What about the spinach? Yeah. Well, we didn't eat the spinach. Nee, dat was mislukt. Het was gemislukt. Wie zei vroeger ook gemislukt in plaats van mislukt? Oli wil alleen maar tomaten. Zal ik even laten zien hoe Olivia er nu momenteel uitziet? Na het eten van hoeveel tomaten zal ze op hebben? Een stuk of 10 inmiddels. Dit ook zo. Ja, ze smeert het in haar haar ook. Maar ze gaat zo onder de douche. Ze gaat zo een ijsje halen met papa en Bibi. En dan zullen we haar afvoeren naar de douche. Maar ze moet dus nu gewoon 2 keer per dag douchen, hè? Dat is wel cool. Oké. En dan ga ik laten zien. Oh, wat zie ik eruit. Wat ik voor pakketjes heb gehad. Nee, daar blijf je vanaf. Die ga ik unboxen. Ik wil dat zien, want dit zijn goedjes van... Voor mij, voor mijn telefoon. Ik ga unboxen. Nee, ik ga unboxen. Jullie moeten van mijn spullen afblijven. Oké, mijn spullen worden unboxed door mijn huisgenoten. Uitgenoten, ik heb een baby gemaakt, hè? Maar ik weet niet van wie wat alles is, dus dat vind ik een beetje irritant. Ik heb in ieder geval deze sieraden, allemaal van Beats by Romy. Dus die ga ik zo uitpakken, allemaal in 1 keer achter elkaar. Hier staat gewoon Noor op en hier Olivia. Oh my god, dit is zo leuk. Mag ik even laten zien? Ja. Ik heb 2 telefoonhoesjes gehad en ik zat toevallig net te denken dat ik wel een nieuw telefoonhoesje kon gebruiken. En ik heb van My Interior Must-Haves, hebben ze deze 2 voor mij gemaakt. En op deze staat Olivia. Oké.
Nou, laat het zien. En op deze staat Nor. Dus dat is super nice. Thank you. Even kijken. Dan heb ik gekregen. Ik weet dus niet van wie dit is. Ik zal het zo even aan Sanne vragen. Sanne, ja, dan zetten we het wel onder de vlog. Dit is een zonnebril. Ik denk dat hij ook van Beats by Bomi is. Staat hij me leuk? Ja, toevallig. Ik vind hem ook wel vet. Dus die heb ik gehad. En dan heb ik... En nu even, zullen we nu ophouden met het voeren tomaten aan Olivia? Zometeen wordt een tomaat. Deze haarband met een panterprintje. Misschien staat dat wel ordy bij mijn haarkleur. Die. En dan heb ik twee skincare dingen van Kento. Oh, zijn je tomaten op? Nee. Een skin topcoat en een SOS. SOS. Dit unbox ik wel even zelf verder en dat ga ik wel uitproberen. En mocht ik ergens heel enthousiast over zijn, dan laat ik dat altijd weten, natuurlijk. En dan het allerleukste, wat er binnen is gekomen. Deze oversized Ralph Lauren trui. En ik heb ook een blauw besteld, maar die is er nog niet. Hij ziet er zo uit, leuk met een spijkerbroek. Eigenlijk zou ik hem even aan moeten doen, maar misschien doe ik dat morgen. Dan zien jullie hoe die eruit ziet. En ik zal een linkje naar hieronder posten. En ik zal nog even met de camera die sieraden filmen die ik gekregen heb. Want die zijn te klein om te laten. Dit zijn de sieraden die ik gehad heb. Kijk, dit is een kettingje met stelletjes. Deze ketting. Ketting met een maantje. Deze choker ketting. Deze ketting met kleurtjes. Deze die vind ik heel leuk. Misschien dat ik die zo om ga doen. Die roze. Ik denk dat het een beetje een chokerachtige ketting is. Deze ring, die vind ik ook super mooi. Met de letter O erop. Deze ringetjes. Ook heel cute. Een kleine. En wat grotere plaatjes. Wij liggen lekker in bed. En we gaan slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend gezellig wel trusten. Wat zeggen we dan? Wel trusten. Wat rusten. Hey guys, good morning. Het is vandaag donderdag en ik ben me aan het opmaken. Want ik ga zo meteen shooten, zoals ik al zei. En ik heb een deel van mijn make-up gedaan. Maar iedereen zegt altijd dat ze het leuk vinden als ik zeg maar een stukje film van dat ik me klaarmaak. Dus ik dacht, dat ga ik even doen. En ik had super veel vragen ook gekregen over hoe ik mijn haar krul. Dat is dus niet echt iets bijzonders, maar ik dacht, ik zet gewoon de camera aan. Ik heb nu net mijn haar gewassen. Ik zet gewoon de camera aan als ik het ga doen en dan kunnen jullie het zien. Ja, ik ben nog steeds zo blij met mijn nieuwe haarkleur. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. Tenminste, dat heb ik ook eigenlijk al gezegd, want ik zei vorige keer tegen jullie dat ik een beetje twijfelde, want ik moest heel erg wennen. Maar ik ben nu echt super blij. Anywho, laten we dit even gaan doen. Ik heb de Babyliss Pro. Daar staat type F37C. Maar het is niet specifiek een hele goede krultang, want hij is een beetje ruw. Dus ik weet het niet. Alleen de maat vind ik wel ideaal. Het is deze maat. En ik doe altijd gewoon mijn haar door de helft. En dan begin ik met het achterste pluk. Zo, deze. En wat ik altijd doe is hem zeg maar warm maken, één keer eroverheen. Want dan pakt de krul beter. En dan doe ik hem er drie keer overheen. En dan het laatste plukje krul ik niet. En dan laat ik hem meestal 10 seconden. Ik heb dus wel, moet wel erbij zeggen, ik heb haar wat heel makkelijk krult. Dus ik laat het meestal ongeveer 10 seconden zitten. En dan schijf ik eerst altijd de krultang eruit, zo. En dan laat ik de krul dus nog, hou ik zo vast. En dan doe ik hem zo. En dan laat ik hem ook altijd even zo zitten. Dat die, ja, goed warm blijft, zeg maar. Hij is nu alweer heel heftig. Maar normaal doe ik een dikker pluk. Dus kijk, ik had net een wat dunnere pluk. Dus ik haal de krultang er zo doorheen. En dan hou ik zo het laatste plukje zelf vast.
Wat ik soms ook nog doe is als ik mijn haar gekruld heb, de onderste rand van mijn haar stylen. Ik vind niks zo lelijk als dat de onderkant ook gekruld is van je haar. Maar ik weet niet of het komt doordat ik mijn haar geblondeerd heb, maar die krullen die zijn nu, die houden wel heel heftig nu. Misschien moet ik het nog korter doen. En wat ik altijd doe is het wel echt meteen uitborstelen, zeg maar. Zo meteen heb ik alles gedaan, dat zal ik ook even laten zien. En dan ga ik het meteen daarna uitborstelen. Wat ook een goede tip is trouwens, als je extensions hebt, is het altijd heel belangrijk als je niet wil dat mensen zien dat je extensions hebt. Bijvoorbeeld dit is natuurlijk een deel van mijn eigen haar en het onderste plukje is een extension. Dus ik doe altijd zeg maar en mijn eigen haar en een extension in één pluk krullen. Dat het zeg maar in elkaar blendt als het ware. In plaats van, want als je ze apart doet, ga je echt zien dat je extensions hebt. Dus ja, dat willen we natuurlijk niet. En ik heb mijn haar vanochtend met zilver shampoo gewassen. En zilver shampoo is, ik moet zeggen, ik heb echt een liefdes-haatrelatie met zilver shampoo. Want bij mijn vorige haarkleur, ik weet niet, dat weten jullie natuurlijk nog wel, was ook gewoon blond. Was zilver shampoo dus niet mooi, want werd het heel grauw. En nu is het dus, vind ik dus wel dat de kleur mooi wordt. Dus nu ben ik echt super blij met zilver shampoo. Wat ik ook altijd doe, ik heb nu de helft gedaan dus van mijn haar. Dus dan doe ik eventjes voordat ik verder ga haarlak erin. En vanochtend heb ik dus gewassen met zilver shampoo. Die vind ik nu dus wel mooi. En ik heb een hele heftige, als je echt een heftig resultaat wilt, wat ik dus nu wil, is die van Oh Fudge heel goed. En die is wel goedkoop ook. Dus dan weten jullie dat. Oké, nou ik ga even snel aan de andere kant doen. Oké, dus nu zijn allebei de kanten klaar. En dan doe ik deze ook even haarlakken. Normaal zou ik het dus meteen uitkammen, maar ik denk omdat ik zo dus een shoot heb dat ik het heel even gewoon in de staart doe. Dat doe ik wel vaker als ik het net gekruld heb en dan doe ik het zo wel even uitkammen. Wat ik ook nog wilde zeggen is voor degene onder ons die ook echt NARS obsessed zijn zoals ik. NARS Foundation en Concealer, die Creamy Concealer, echt de beste die er is. Die kan je dus kopen bij ASOS. Ik zal een link hieronder posten, want dat wist ik niet. Want bij Sephora zijn die shippingkosten altijd super duur. En bij ASOS natuurlijk niet. En heel veel mensen vragen over ASOS. Je hoeft geen invulrechten te betalen. En meestal is de shipping ook gratis, geloof ik. Dus dat. En ik moet nog mascara en wenkbrauwen doen. En ik ga, deze had ik al laten zien, volgens mij laatst. Ik ga een nieuwe mascara uitproberen. Deze van L'Oreal. Mega Volume Baby Roll. En het is echt zo'n mascara die je alleen al wilt kopen om hoe die eruit ziet. Ik heb hem dus nog niet geprobeerd. Dus ik ga hem vandaag uitproberen. En ik vind niks zo leuk als mascara uitproberen. Dus ik zal even mijn camera iets dichter bij mezelf zetten en hem gaan uitproberen. Oké. Ik zit in het daglicht. Ik moet alleen wel zelf een spiegeltje gebruiken. Hey Olivia, Sander. Oké. Yeah. Let's try this out. Kijk. Mama gaat een nieuwe mascara uitproberen. Hi. Hallo. Zo ziet het borsteltje eruit. Hi. Hij is in ieder geval niet te dik. Daar heb ik echt een spuughekel aan. Als zeg maar de mascara in meteen gaat klontelen. Maar hij houdt alles super goed uit elkaar. Pizza.
Wat een traantjes heeft Olivia. Ik hou dus niet van één laag doen en dan klaar. Ik doe echt honderden lagen en dan doe ik ze dus niet zo heel dik. Mochten jullie het je afvragen? Ja, ik denk hem zo wel. Goed genoeg. Dus ik zal heel veel dichtbij komen en dan kunnen jullie. Dit oog is dus zonder. En dit oog is met. Ik heb dus hele lichte wimpers. Dus zo kunnen jullie het verschil zien. Ik ga ook een blogpost maken over deze mascara. En die ga ik zo schieten. Dus hou ook mijn blog in de gaten. Dan kunnen jullie er meer info over te weten komen. Ik ga snel mijn andere oog doen en... mijn spulletjes pakken en dan naar Pulitzer. Dus ik zie jullie zo. Ik ben aangekomen in de mooiste hotelkamer. In het Pulitzer Hotel. Ik zal het heel even laten zien. We gaan hier dus shooten voor L'Oréal. En het is zo mooi. I love it. En er staat lekker een ontbijtje klaar. Dus dat is heel fijn. En ja, zo ziet het eruit. Oké, wij zijn klaar met shoot en de foto's zijn heel mooi geworden. En nu ga ik Monica zoeken. Die is ergens in de pc op een afspraak en dan gaan we tennissen. Dus ik heb er super veel zin in. Ik ben thuis en ik heb me even snel omgekleed naar een witte sportoutfit. En ik ga tennissen. Wij hebben net getennist en Moos is helemaal kapot. Ja. Ik heb nog best wel een oké conditie, maar dat komt omdat ik zoveel trappen thuis heb, denk ik. En omdat ik Olivia de hele dag vast heb. En ik heb het wel echt bloedheet. Dat wel. Ik ga helemaal kapot, joh. Ja. Ik zweef me echt een ongeluk. Oh, die kindjes die buiten aan tennis zijn. Ik vind het zo lief. Die kunnen het beter dan ons alleen. Dan mij. En jij hebt een beetje het niveau van die roze. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Ik ben een beetje dat kleinste jongetje. Ik heb echt heel erg veel zin om een hele sexy sportoutfit te kopen voor volgende week. Zo'n tennisrokje en ja. Zo. Oké, laten we het doen. Wij hebben getennist en geluncht. Wat is er voor een smiekgelachje? Waar zet jij hem altijd? Nergens echt, lukt niet echt. Dat kan hier niet. Nee, het loopt zo te veel af. En ik heb een birthday present gehad van deze meid. Yeah. Ik ga het zo te laat. Nee, daar ben ik echt super blij mee. Ik ga het zo thuis eventjes unboxen. Dus, stay tuned! Ik kom thuis. En Bibi Cheesetje. Hallo! Hi, hallo! En ik pas wel echt heel goed bij elkaar. Ja, echt Tommy Girls. Oké, ik heb een cadeau gekregen. Oh! Van Mo. Echt? Van mijn verjaardag nog. Nu pas? Ja. Oh ja, want ze had nog niks aan jou gegeven. Nee. Dit is hem. Zullen we hem unboxen? Ja, is goed. Wat denk jij dat het is? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik wilde dit al super lang hebben. Heb ik dat tegen jullie wel eens gezegd? Ja? Okay. We hebben het samen gekocht. Ah, wanneer? Net. Leuk. In mooie tenniskleding. Ja, ik ging lekker de pc in mijn mooie tenniskleding inderdaad. Maar ja, maakt mij niet uit. Oh, wow. En dit is wel echt een for life mooi. Moment. Ik ben er echt zo blij mee. Het zijn echt super mooi. Echt een mooi cadeau. Sandalen. Die draag je ook gewoon echt de rest altijd. Van je leven. Jij gewoon in de ook. Winter, hier. Everywhere. En de zomer. Met een leuk vintage Levi, denk ik super vet. Super leuk. Dus, me happy. En ik ook. En Bibi ook happy. En Mo ook blij. Super leuk. En nu gaan we koken. Yay. Pasta. Yay. Donderdag, nou eigenlijk is woensdag pasta dag. Ja, ik vind het stom, want ik heb woensdag al ik heb getennis net, hè? Ja, I know. Vind je het? Heel goed. Ja? Ja. Was leuk. Ja, Monique zit dus op tennis. En we zijn er echt heel goed in. Zegt iedereen, hè. Dus we gaan niet elke week natuurlijk. We gaan volgende week donderdag weer. We gaan een tennis outfit ook kopen nu. Zo'n rokje en zo. Met oh, een ja. Polo, allebei. Oh ja. Ja, en dan gaan we zo allebei, zeg maar, zij doet dan de M. Achterop en ik de N. En dan, ja.
En onze wekkers komen volgende week ook. Bij eigen leuk, wekkers. Leuk. Ja. Dus dat is de planning. En nu gaan we koken. We gaan, ik ben eindelijk klaar met mijn boekvergelijking. En? Heb je het goed gedaan? Ja, nou, weet ik niet, want ik heb morgen pas. Oh, jongens, trouwens. Ik had verteld over de musical van Bibi. En heel veel hadden gevraagd welke rol Bibi speelt. Nou, ik speel die van die drie meisjes. Speel ik Fatima. Hoe heet je musical ook alweer? Niet filmen. Niet filmen. En ze speelt drie meisjes. Maar het is dus al echt bijna. Ik weet het, het staat in mijn agenda. 4 juli of zo? 14. Ik weet ook mijn eerste schooldag, hè? Van die nieuwe school. Nee. Op het Fonds Vité. Ja. Er hadden ook allemaal mensen op de klas stil daarnaar gevraagd waar je nu heen ging. Maar ze gaat dus naar het Fonds Vité. En ja. Ja, superleuk. Oké, laten we gaan koken. Goed zo, meisje. Hier, kom. Zo. Ik lig lekker op bed met met uitgelopen make-up en alles erop en eraan. En het gaat niet goed met onze snoepstop. We hebben heel veel snoep gegeten vanavond. Maar goed, na het weekend weer verder. Sander gaat morgenochtend vroeg naar Canada. Die draait dit weekend in... Waar draait hij eigenlijk? Ottawa, Toronto, nog iets. Dus die is maandag weer terug. Die gaat even op en neer naar Canada. En wat wil ik verder nog zeggen? Ik kom er echt niet helemaal lekker uit vandaag. Ja, ik denk dat ik de vlog maar ga afsluiten. Ik weet niet wat ik allemaal gevlogd heb deze week. Maar ik hoop dat het leuk was om te kijken. Heel erg bedankt in ieder geval. En ik zie jullie woensdag weer.